gekregen vanuit het hoofdkantoor of alles met Kappa mensen willen meewerken aan de World Cleanup Day. Toen had ik gedacht van, nou, als we dat nu eens gewoon puur op onszelf betrekken, dus echt alleen papier en karton ophalen. En daarmee eigenlijk met een glimlach of een knipoog een voorbeeld geven aan bijvoorbeeld plastic en kunststof producerende bedrijven om hetzelfde te doen. Vrijwilligers, ook vrijwilligers van het AZC, verspreid over heel Deventer in de binnenstad vooral. Nou, we informeren de mensen door flyers te geven en natuurlijk ook ons eigen verhaal te vertellen. De mensen op straat reageren heel positief en ze zijn allemaal heel trots dat we dit doen en ze geven complimenten. Nou, ik vind de Schone Straat heel belangrijk voor het beeld, maar ook voor het milieu. Dat mensen de afval op de grond gooien vind ik gewoon super triest. Het duurt zo lang voordat het afgebroken is, voordat het weg is. We should be really thankful and grateful that here in the Netherlands and also in other parts of Europe we have the possibility of a working recycling thing. And so why not? Why should I not take it to the bin? I have very much big hope that with time people will get to know what the recycling is all about. So with more information they get, they can like react more and keep all the like paper, the carton that they do not need anymore in their box. So we deliver it to the company, get like used to of it. Nou, we zijn heel erg aan het kijken, met name in de supermarkten, wat alles wat nu nog in kunststof zit. Tomaten, aardbeien, andere soorten van fruit. Om daar alternatieven uit karton voor te bedenken. Daar zijn we al een flink eind mee op weg. Daarnaast hebben we wereldwijd ook een Better Planet Packaging wedstrijd uitgeschreven. Om alle designers uit te dagen om met iets te komen wat bijdraagt aan een beter milieu. Om op die manier naar nieuwe producten te zoeken. En duurzamer te worden. Ja, ik vind World Cleanup Day geweldig, want dan wordt er aandacht besteed aan ja, het feit dat er te veel afval op de wereld is. En nou ja, goed, ook die plastic soep die we allemaal kennen. I think the World Cleanup Day is a good thing to make people aware of that we are still polluting our environment. But I think it needs to get a lifestyle. It's not like an event or just one day, it should be done every day. We zijn een van de grootste werkgevers van Deventer. En door hier te staan met deze actie vandaag geven we eigenlijk al een voorbeeld van als we dat samen doen, alleen kom je er niet uit. Als we het samen doen, dan krijg je een beter en een mooier milieu. Als andere grote bedrijven dit initiatief overnemen, dan komen we een stukje verder.